Welkom bij aflevering 25 van Hansje. Jong PSV, dat is geen slechte ploeg. Ze wisten elkaar makkelijk te vinden en ze waren technisch goed. In het begin hadden we geluk. De bal op het been van Dalle en daarna op de lat. We kwamen goed weg, zei. Groeneveld, die was wel eerlijk. Hij is op de weg terug. Ik vond die Duitse Heimlot ook wel goed spelen. Freddy had een beetje pech, zei. Ach, hij is ook nog jong, hè. Dat komt wel goed met hem. Ik ga van de week wel met hem praten. Hij maakte wel per ongeluk het eerste doelpunt. En daar waren we hartstikke blij mee. Ja, MVV, die Schengen, dat is geen makkelijke ploeg. We zien van de week bij die vioolspeler André Vieux op visite geweest bij hem in de tuin. Die woont ook mooi in Maastricht, zeg. Vroeger had hij niks te vertellen. Toen speelde hij een tweede viool. Zijn wief was toen de baas. Ik denk dat die André Vieux, dat er veel aan die strikstok is blijven hangen bij hem. Nou had hij druk. Hij wilde zelf niet voor de camera verschijnen. Ik mag wel even van hem die grote viool van hem uitproberen. Hij had vroeger bij Boezewinkel in de wegenbouw gewerkt. Als chauffeur. Op de Weense wals. Vandaar de walsen. Ik heb hem nog gevraagd wat het verschil is tussen een viool en een grote contrabas. Wat denk je dat hij zei? Zo'n contrabas, die brandt wel langer. Ik kreeg een geluid uit die violen. Ik weet niet waar het er ligt, maar. Ik denk dat we die Maastrichtenaren toch een oren naaien. Dat we daar toch met 0-2, 0-3 gaan winnen. Stuk van de week in de lift bij de Radboud. Komen er twee mannen met een groene shirt. Een groen mondkapje en een groen mutsje op. Met een heel ingewikkelde wagen, allemaal slangen en gekleurde knoppen, maar lampjes en stekkers. Die komen de lift inrijden. Die gozer drukt op de knop van de zesde etage. Staat er ook een oud vrouwtje in de lift. Zegt ze tegen die gozer, ik zou niet graag een apparaat aangesloten zien. Nee, zegt die gozer, dat wij ook niet. Dat is een tapijtreiniger.